Nou, we gaan weer verder met ons verhaal. Even kijken waar we de draad weer op kunnen pakken. Ik kwam eigenlijk aan het stukje toe waar ik het over de spirituele DNA wilde hebben, wat in de kabbalistische terminologie Reshimo genoemd wordt. En dat is als het ware de herinnering die we in ons meedragen, waardoor we het leven kunnen herkennen, of niet. Waardoor we mensen herkennen, waardoor je soms weet van, oh ja, hoe kan dat nou? Dat het je zo vertrouwd en zo bekend voorkomt. Het is heel belangrijk voor ons bewustzijn om dat te onderkennen ook. Om daar niet aan voorbij te gaan. En dat doen we heel vaak. We vinden alles maar heel gewoon. En ook dit soort fenomenen. En hoe bewuster we in het leven gaan staan, hoe meer dit soort fenomenen naar voren zullen komen. En misschien is het goed om terug te springen toch naar hoe ik bij de kennis kwam. Want na mijn 25 jaar, van mijn eerste 25 jaar, van enorme commoties. En nou, je wil het niet horen, zeg je op zijn Nederlands. Het was heel intens. Maar het was een verborgen zegen. Dat merkte ik daarna, toen ik dus wel grote leraren op mijn pad kreeg, wel Joodse scholing kreeg, andere vormen van scholing kreeg naast elkaar. Ik heb alles over de Indiase traditie geleerd. Ik heb over de Veda's geleerd. Ik heb alles geleerd waar de wereld van toen, ik praat over 30 jaar geleden, nog langer zelfs. Ik was 29 toen ik daar kennis mee maakte. Ook die wereld, dus als ik iemand voor me krijg die de Indiase traditie gebruikt en het doet voorkomen alsof het de Joodse traditie is, is het me gegeven omdat ik allebei doorheen geploegd ben om dat te herkennen. Om te weten, voor zover het me gegeven is natuurlijk, om te weten, wat zit je nou eigenlijk te doen? Hou je nou dit of dat? Of vind je dat je er een mengelmoes van kan maken? En daarmee maak je iedere keer zulke omwegen. Want je wil een spirituele weg bereiken en een spiritueel mens worden. We hebben zoveel nog te doen in dit leven. Het is de bedoeling dat we een lichtbron worden. Die zijn we in wezen al, maar al die klipot moeten daar afgehaald worden. En als we daar niet zuiver mee omgaan, dan is het zonde van de tijd. Het is doodgewoon zonde van de tijd. Dus het is heel belangrijk om, en wil je alleen Indiase traditie volgen, prima, ga je gang. Maar hou het kosher, hou het zuiver. De traditionele Joodse mystiek heeft als uitgangspunt de structuur van de ziel. Je zou de ziel kunnen zien, metaforisch gezien natuurlijk, als een vogel met vleugels, als een engel met vleugels. En je wil die in balans houden. Je wil zowel de linkerkant, de gvura, als de gesed, wil je in balans brengen in je leven en daarmee een bepaalde taak gaan vervullen. En daar moeten we misschien volgende keer weer over spreken. Hoe belangrijk het is om je te realiseren wat het betekent. In ieder geval om de grondbeginselen daarvan te weten. Wat het betekent om een licht voor de wereld te worden. Want dat is waarvoor we hier op deze wereld gekomen zijn.